Dit is Tommy Robinson, Brits, fanatiek anti-islamactivist en zelfbenoemd burgerjournalist. Tegen de regels in deed hij verslag van een rechtszaak tegen een Brits-Pakistaanse gang. Inmiddels zit hij vast en zijn er protesten. Zijn aanhang vindt dat hij monddood wordt gemaakt. Wie is deze man voor wie Geert Wilders het kanaal overvloog? Tommy Robinson is het pseudoniem van Stephen Lennon. Hij is medeoprichter van de English Defence League, dat een grote aanhang heeft onder extreem rechts. Zelf is hij geen lid meer van de organisatie. This is free speech. Robinson moet 13 maanden zitten omdat hij via een Facebook livestream verslag deed van een rechtszaak. Hij maakte de vlog tijdens een rechtszaak tegen een Brits-Pakistaanse gang. De leden van die gang zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 8 en 15 jaar voor aanranding en verkrachting van minderjarige vrouwen. Het is de Engelse pers verboden over dit soort zaken te publiceren, omdat anders de jury beïnvloed kan worden. Maar de 35-jarige Robinson deed dat dus toch. En het was al de tweede keer. Vorig jaar kreeg hij daarvoor een voorwaardelijke straf van 13 maanden. Toen hij die voorwaarden schond, moest hij dus alsnog de gevangenis in. Engelse media mochten ook niets publiceren over de zaak tegen Robinson, terwijl daar ogenschijnlijk geen duidelijke reden voor was. Het leidde tot protest en klachten over censuur. De Britse krant The Independent bleef wel publiceren over Robinson en won de rechtszaak die daarop volgde. Maar de protesten tegen zijn gevangenschap houden aan. Robinson zou ten onrechte het zwijgen zijn opgelegd. Een petitie gericht aan premier Theresa May werd binnen een paar dagen 450.000 keer ondertekend. En ook de hashtag FreeTommy is populair. Tijdens een protestmars voor Robinson sprak ook Geert Wilders. Het is dus de vraag of zo'n publicatieverbod rondom rechtszaken tegenwoordig nog zin heeft. De massale aandacht voor Robinson en zijn zaak toont in ieder geval dat dit publicatieverbod averechts heeft gewerkt.